Op veel plaatsen start de dag vandaag met mist of dichte mist. Dat is slecht op de satellietfoto van de nacht te zien, maar wat we wel zien is dat boven Engeland een pluk bewolking ligt dat geleidelijk onze kant op komt. Vanochtend dus veel mist, dat ook bij temperaturen onder nul. Lokaal dus eventjes rekening houden met gladheid en ook een slecht zicht in het verkeer. De wind neemt in de loop van de dag toe, dus ik heb goede hoop dat in de loop van de dag de mist geleidelijk wat dunner wordt, maar wel overgaat een nevel of lage bewolking. De temperatuur in hardnekkige mist loopt uiteindelijk op naar zo'n 2 graden, op andere plaatsen kan het zo'n 3 tot 6 graden worden. Vanavond dan neemt de wind in kracht toe, wordt dan matig tot aan de kust krachtig. Ook de temperatuur loopt wat op omdat zachtere lucht binnenkomt. De temperaturen dan overal ruim boven nul En die lopen morgen nog wat verder op, want dan wordt het zo'n 5 tot 6 graden in Limburg. Tot alweer ruim in de dubbele cijfers in het noordwesten van het land. Wel veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Ook wij er een flinke zuidwestenwind. Zaterdag is het weer wat vaker droog, met name smiddags, dan ook af en toe wat ruimte voor de zon. Zondag en maandag worden weer nat, maar met name maandag kan af en toe ook de zon weer doorbreken. De vorst nachts zijn we kwijt, ook de mist. En de temperaturen liggen overdag meestal rond een graad of 9. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.